Ja, Louis Vijfhuizen, ik zei het net tegen je, HBS gebruikte de hashtag op weg naar de titel. Gaan wij niet doen, hè? We gaan het gewoon niet over hebben. Nee, laten we gewoon over onszelf hebben. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Want vorig jaar, weten we, toen hadden we de platte kar al besteld en die was niet nodig. Nee, klopt. Toen stonden we 8 punten voor. En nu uiteindelijk staan we 2 puntjes voor met nog 4 wedstrijden. Dus dat is wel lekker. Blijft ongemeen spannend. Ja, HBS, SJC, toch maar even naar de ranglijst kijken. Het is natuurlijk een gunstige uitslag, denk ik, 3-3. Maar je hoopt stiekem dat Heino dat met een goede periode bezig is, natuurlijk puntjes pak bij RKVV. Ja, klopt. Volgens mij had Heino 5 wedstrijden gewonnen. Ja, nu verliezen ze van RKVV met 2-0, maar voor mij was het lang spannend. Voor mij stond ze 1-0 achter. Dan hoop je dat zij nog gelijk spelen. Dat is wel de eerste vraag toen ik gewisseld werd naar de bank ging. Ook wel een tussenstand met PSV Ajax hoor, maar dat ook wel. Maar ja. Heb je wel over. Ja, en Roda heeft het 1 keer gepiekt de afgelopen weken. Ja, wat heeft Roda gedaan? Die heeft van Purmerstein verloren. Oh ja, nu met 2-0 toch? Of wanneer was het? Ja, hadden we ook eigenlijk moeten winnen. Ben je hetzelfde zoals nu. Maar goed, ja. Nou, vandaag in ieder geval een wedstrijd waarin je eigenlijk weinig weggeeft. En ja, ook terecht wint. Mooi compliment van de verslaggever hier van de lokale omroep. Die zei van, Hoogeveen laat zien dat ploegen maar heel lastig van ze kunnen winnen. Ja, eigenlijk we speelden ze helemaal kapot. Eigenlijk de eerste helft misschien nog niet zo dominant als de tweede helft. Maar we kwamen goed tussen en zij wilden wel druk opzetten. Maar ze hebben voor mij geen 1 keer op goal geschoten in de eerste helft. De tweede helft komen zij er wat meer uit. En de tweede helft ja, speelden we eigenlijk helemaal zoek. Een hele mooie aanval die we net niet belonen. Moeten we eigenlijk een keer de trekker overhalen. En dan blijft het maar 2-0, want eigenlijk moet je gewoon uitlopen naar 4-5-0. En dan wordt het nog onnodig spannend met een penalty tegen. Wat mij in de eerste helft ook opviel was de enorme ruimtes die er lagen aan de rechterkant. Ja, klopt. Ouderwets bijna. Ja, als Sil en Justin het gewoon breed houden, dan krijgen we ook heel veel ruimtes. Met lopende mensen, Emiel, Jim dan die er overheen komt. En als ik wat inzak, dan komen daar ruimtes. En kansen. Dat ook, ja. Ja, de makkelijkste kansen die scoren, die de moeilijkste. We krijgen 2 voorzetten, die gaan erin. Maar de uitgespeelde kansen die... Wat dat betreft was een beetje vergelijkbaar met vorige week Westlandia? Ja, tweede helft. Ongeveer wel. Ja. De eerste helft van Westlandia dan en de tweede helft van nu. Eigenlijk moet ik dan gewoon 3-0, 4-0 maken. Dan is het gewoon helemaal klaar. Penalty gemist, uitstekende doelman natuurlijk ook. En dan aan de andere kant dreigde het nog even spannend te worden. Klopt, ja. Volgens Noah was het geen penalty. Hij deed eigenlijk niks. Maar volgens mij deed hij linksbuiten, deed dat wel slim. Hij ging er gewoon voorlopen en dat die scheids hem geeft. Ja, hij kan hem geven. Gelukkig geen geel. Dat ook, ja. Anders was Noah ook geschorst. Ik weet dat ik geschorst ben tegen Alcides. Dus anders missen we 2 spelers. Kritisch nootje mag plaatsen. Geen slimme kaart. Nee, dat klopt. Maar dan kan ik beter wedstrijd tegen Alcides missen dan tegen SJC. Of, of misschien verder in het seizoen. Maar. Nee, maar dat je hem niet bewust gepakt hebt. Nee, want ik kreeg een zet in de corner of bij de cornervlag. Ik zei van ja, die pak ik wel terug en dat de scheidsrechter geel geeft. Nou, misschien komt het toevallig gewoon zo uit. Nou goed, al met al, heerlijke middag. Volgende week even weekendje vrij. Komt dat nou juist uit of zeg je van liever in 1 keer door? Je verandert toch niet aan. Maar... Nee, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Het liefst speel je wel in 1 keer door. Maar goed, nee, dat is prima. En goed, volgende week of 2 weken Alcides. Niet te onderschatten. Het blijft een derby natuurlijk. Dan SJC. Die ploeg staat natuurlijk nu op 6 punten. En dan RKVV als laatste. En Velsen nog tussendoor. Hè? Ja, het mooiste zou zijn als we het thuis tegen Velsen af kunnen maken. Daar hebben we het wel over. Je moet er niet meer op de laatste wedstrijd laten aankomen. Hey, want die platte karreis vanuit Leidschendam naar Hoogeveen is wel heel erg lang. Ja, maar dan gaan we via Zeeland en Brabant. En dan maken we iets langer terugweg van hoor. Dan gaan we gewoon maandag verder bedoel je. Ja, vind ik goed. Goed, verder hebben we daar niet meer over, hè, al afgesproken. Nee, een beetje speculeren mag wel. Wat dat betreft, even afsluitend, zijn jullie gewoon wel verder, denk ik, dan vorig jaar in deze fase. Het is allemaal een stuk volwassender. En jullie kunnen ook je rustmomenten, denk ik, pakken in de wedstrijd op de juiste momenten. Ja, klopt. Dat zag je ook wel voor rust eigenlijk nu. Terwijl je dan nog 5 minuten hebt, volgens mij, maken we dan 1-0. En dan spelen we het eigenlijk gewoon uit.
En dan hoeven wij ook niet naar voren. Nou, zij zetten geen druk en wij spelen dat gewoon rustig uit tot aan de rust. Ook al heb je dan misschien het gevoel voor jezelf, goh, ja, we moeten naar voren of we moeten daar de bal hebben. Maar een beetje risico nemen in de opbouw en als je dan onderuit komt, dat is prima. Tot slot even, nog een keer tot slot. Je zei het net even van tegen me van, ja, ik had ook de blik wel een beetje op PSV Ajax. Was die gunstig? 2-0 achter. Ja, ik ben van Ajax dan, maar PSV staat 2-0 voor. Maar goed, het is een, laten we de beker maar pakken dan als Ajax zijnde. Ja, want ik heb hem vandaag verteld, hè, die anekdote, hè? Louis, hè? Vernoemd na. Hè? Louis van Gaal, ja, dat klopt. Louis van Gaal, ja, mijn ouders dan, die hebben toen een geboortekaartje gestuurd naar Van Gaal. En die heeft een gesigneerde brief teruggestuurd. 1995. Dat klopt. Ja, dus ik had ook Jari kunnen heten of Frank Ronald. Frank Ronald, nou, hij had hier goed uitgekomen. Ja, is de cirkel helemaal rond zo. Dankjewel. Yo.